Ja, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe ARK Survival op mijn kanaal. En jongens, ik heb al lange tijd niet meer gespeeld. Ik heb het ook laatst die opgeloten maandag, die heb ik overgeslagen omdat ik zo druk bezig was met de Mindtopia server, dat ik helemaal geen tijd heb genomen om ARK te gaan doen. Het spijt me heel erg, het is een gigantisch smoesje natuurlijk, geen tijd. Maar ik log in Hero en hey Timo. Hallo. Hi, nou, ik ben hier met Timo dus. Zo, jij ziet er ook heel anders uit. Ja. Nou goed, Timo heeft dus doorgespeeld en ik zie dat de base een beetje veranderd is. Ja, we hebben helemaal geüpgrade. Dus, oké, weet je wat je bent nog niet buiten geweest, toch? Of al? Nee, ik ben nog niet buiten geweest. Okay, ik ben nog net in. We gaan een tourtje doen, Timo. Neem ons lekker mee, zou ik zeggen. Nou, wat we dus eerst hebben gedaan, de base ongeveer verdubbeld. Tenminste, het hoofdgebouw als het ware. Ja, ik zie het. Veel breder ook. Ja, precies. We hebben echt verdubbeld, zeg maar. Hier was de muur waar klopt. Ik nu sta. Ja, klopt. Ja. Dus het is echt precies verdubbeld. Oké. We hebben een fabricator gekregen. En wat is dit? Een fabricator. Ja, daar kan je zeg maar heel veel late game shit in maken. Hij is al kapot erg damaged. Oké. Okay. Want Brontos in de base. Auwe. Brontos in de base. Oh, die grote beesten. Ja, die lopen gewoon, die bugt door de base heen. Ja, precies. Ah, nou, dan komen cool. We buiten. Hey, die heb je nog nooit gezien, stekelvarken. Die hadden we al wel eerder, dat wel. Okay. Dit is versie 2, versie 1 is dood gegaan. Oké, dus we hadden er al één. Ja. Oké, lol. Oké, cool. Hey, ja. Ik zie steen, die ken ik wel, daar hebben we steen mee gehakt. Ja. Ik zie een nieuwe, Riel Jobske. Ja, die hebben we gekif gekregen van Jobske. Alweer? Ah, dankjewel Jobske weer. Oké, cool. Cool. Oh man, die is echt cool. Er zit ook kapot veel meat in, als je dus meat wil hebben. Volgens okay. Mij kan je het best verzamelen met dit ding, omdat het gewoon veel damage heeft, lekker veel HP. Oké, mooi, ja. Goeie verzamelaar. Nou, dan lopen we eerst hier naartoe. Dan gaan we daar al in de nieuwe kooi. Gaan we daar wel naartoe. Oké. Hey, die is bij een kwetsel? Nou, wij hebben dus een kwetsel gekregen. Ja? Dat is een heel lang verhaal. Hoe het begon, pak ik even snel laten zien. De schade is allemaal alweer weg. Ja. In deze muur. Zo. Ja. Dat een gat. Hiro. Iemand die had de muur kapot gemaakt met grenades. Oké. En die was naar binnen gegaan. Lol, oké, zijn naam was? Ik weet niet de naam van de gozer zelf, maar de tribe Neutral 1. Oké. Oké. In ieder geval, dus zijn we dik 2 uur mee bezig geweest om uit te zoeken wie het nou uiteindelijk was. Een shetel die had een kwets gezien waarmee ze hier naartoe kwamen vliegen. Wat toevallig dezelfde kwets is als die hier nu staat. Oké. Oh ja, of het was verteld. Toen had eigenlijk het ketel had toen een oproep gedaan aan vrienden en spelers en vrienden van ons. Ja. Om ze te vinden. Ja, precies. En die heeft ze toen uiteindelijk. Hebben ze met z'n allen. Of het was 3 verschillende guilds, volgens mij. Clans. Hebben het eigenlijk. Ik weet niet precies hoe het is gebeurd. Of met wie het allemaal is gedaan. In ieder geval, een aantal mensen hebben dus die faction of de tribe in elk geval gewoon. Gered. Ja, kapot gemaakt. Echt kapot gemaakt. Dus iemand viel ons aan, ze hebben kapot gemaakt omdat ze ons aanvielen. Dus eigenlijk komt het op neer. Ja, een beetje vriendjespolitiek, maar ja. Ja het was dus zo, wij waren eigenlijk offline. We waren eigenlijk offline. En offline reden, ja, dat wordt gewoon niet zo goed ontvangen. Geaccepteerd. Ja, ontvangen op de server. Oké, nou ik vind het tof. Oké, dus ze hebben misvormd kippetje, leeft nog. Pidgeotto is er al. Kijk, dit van de vorige episode. Pidgeotto. Oh, hij leeft nog. Pidgeotto. Oh. En ik denk dat je deze net ook al zag. Ja, ik zag hem. Aangedaan Wouter is goed. What ja, the fuck? Die heeft, ik geloof Vortex. Wow, ik zie kapot. Ik Vortex zie, heeft hij gegeven. Ik zie zoveel mensen in één keer daar staan. Dus Vortex, nou, dankjewel in ieder geval voor de Argentavis. Ik wil wel voor mijn kijkers weten. Vind je het cool dat we al die beesten hebben? Of moeten we iets van nadeel? Ik wil dat je ze niet zo vaak gaan gebruiken. Oh, kut. Hij gaat niet naar de grond. Pidgeotto! Hoe doe je het ook weer? Met spatie, hè? Ja. Oké, sorry, ik was even vergeten. Nou goed, oké, we hebben 2 Argentavissen dus, dat is wel cool. Ja. Awesome, oké. En verder? Want ik zie binnen, hoe kom je nu binnen? Nou, ik denk dat we eerst buiten doen, want nog meer dit buiten. Heeft heel veel werk. Nou, ik denk dat we het makkelijkst kunnen doen omhoog kijken. Ik weet niet of je de planten ziet, bovenop. Ja. Dat zijn plantenruts. En daar hebben we er nu 4 van, dus als mensen hier in de buurt komen, dan gaan die plantenruts op hun schieten. Dus mensen zullen niet zo gauw een kijkje komen brengen. Oké. Moet je eerst even laten weten. Offline gereed worden is ook weer een kleinere mogelijkheid. Oké, dan weten we dat ook weer. Nice, mooi. Nou, dan gaan we eerst even snel naar buiten.
Oké. Ja, dit is zo'n lelijke. Oké, tof. Dus we hebben dit om de hele base gedaan. 3 hoog met muren en dan de metal spikes. Oké, ik zie het. Ja, oké, dat is wel om de hele base. Om de hele base heen. Metal spikes, ja. Oké. Ja, precies. Oké, dus het is in ieder geval een stuk veiliger. Dat is cool, ja. Oké. En op een of andere manier glitchen nog altijd pronto's in onze base. Ja, maar die glitchende shit, daar kunnen we gewoon niks aan doen. Oké, waarom heet er een base nerd? Ik wil binnenkijken. Leeft Blue nog? Ja, yep. Blue! De Silver Swordsman. Wie is die? Die heb ik toen met Davenport gevangen. Oh, de Gena. Maar, oh, Blue! Ik heb Blue gemist. Oké, ik zie veel meer raptors. Ik zie Blue, ik zie hier Bob Marley. Die is sowieso van... Ja, dat is van nieuwe gozer, Nick. Die ook heeft geholpen de afgelopen dagen. Oh, we hebben een nieuwe tribe iemand dus. Ja. Okay. Die is ook nog bijgekomen. Nick, oké, awesome. Dat is ook nieuw. Red is nog, Yellow is er nog. De Silver Swordsman is ook dus cool. Oké, we hebben nu... Oké, we hebben Nerd. Dat is die we eerst hadden altijd. Oh, die had ook door die bril. Arcanine, die hebben we gevangen toen. Daar was ik bij. Ja. En dit is nieuw dus, Marty. Dit is de laatste die we hebben gevangen. Volgens mij was het inderdaad off-camera, ja. Okay. Na dat de laatste uit. Ja, klopt. Oké. Marty? Dus, gaan we naar boven. Oh, nog meer. Oh, what the fuck. Oh, Steve Jobs. Oké, we zien hier Burger King. Bjergsen, ja. Die heeft Dave Poort gevangen. Nou, ik denk dat je wel kan raden. Ja. Dat ik raden wie heeft gevangen. Dave Poort. Ja. Hoe gaat het beest lopen? Hoe voelt dat? Oh, wat vies! Ja, heel raar. Dat geluid, hè. Mag je steken? Nee, oké. Ja, je kan best steken. Het doet geen damage op friendlies. Yeah! Oké, cool. Arrow Azite, en wie zaadoog is nog? Donatello natuurlijk, en Raphael. Ik weet dat het eigenlijk wel schildpadden zijn. Oké, oeh, Stevie. Ja, deze hebben we dus ook gekregen. Dat was nog voordat we werden ingebroken hier. Oh, die ken hem. Steve Jobs, die gast die toen knock-out viel, die episode. Ja, volgens mij. Ja, bij het vuurtje toen. Oké, dus dankjewel Steve Jobs. Kijk, denk het wel, want hij herkende ons toen ook in de... Oké, hierboven is niks. Oké. Nee, hier is nog niks, dit is nog een beetje een aanbouw. We moeten dan zeg maar nog ongeveer 3 hoog bij deze dus. Dat ik daar nog niet helemaal vol zit. 3 hoog bovenop en dan kunnen hierboven mooi de vogels staan. Oké, zullen we even, weet je wat, we gaan even een rondje vliegen. Dat vind ik wel een goeie, want de hele beesten hebben nu een beetje gehad, geloof ik. We hebben ook nieuwe buren gekregen. Buren? Ja. What the fuck? Aardige gasten of Jobske. Jobske? Ja. Die gaan wonen. Ja, want Jobske is wel een aardige gast. Dus ik ga wel op Pidgeotto. Ga even een rondje vliegen. Woe! Oké, dan gaan we. Even opstijgen. Jij bent op... Oké, waar zit Jobske dan? Dus als we hier deze kant op gaan, zeg maar, richting het water. Dat is ook weer sprint als shift, ja. Sorry, was ik even vergeten. Oké, dan gaan we. Jongen, ik heb lang niet gespeeld. Je zou hem moeten inhalen als het goed is. Vet voor Poderdos, of zo. Is deze sneller? Ja, veel sneller. Pakaar! Ja, ik haal je in. Hoi. Oké, dat is van Jobske. Ja, dit is van Jobske. T-Rex, ouwe. Ik weet niet waar hun mammoet naartoe is, maar hier was een mammoet. Oké, ze hebben een mammoet en een T-Rex. Gisteren was er nog een mammoet. Oké. Een mammoet, T-Rex en dan zo'n ding die wij ook hebben, zo'n 2D-quest of zo. Gaat die T-Rex niet aanvallen? Nee. Dat op passive. Oh ja, ze hebben zo'n steentje. Steen bij ons. Ja. Oké, cool. Dit is wel awesome. Oké, Jobske, gezellig. Welkom, nieuwe buurman. Welkom. Nou goed. We hebben ook een beetje... Ik denk, andere buren hadden we al. Ja, maar die hebben we nu iets beter leren kennen dan deze kant op. Hoe heette die gast ook weer? Tribe naam Colt, geloof ik. Ja, Colt. Ja, Colt. Ja, in ieder geval, hij heeft ons ook een beetje geholpen. Met hoe we best beter dingen konden doen en zo. Dat is wel cool. Alright, ja, ik ben best wel vet gewoon. Ik heb lange tijd niet meer gespeeld en ik kom online en we hebben allemaal vette beesten en zo, jongen. Oké, ja, dit is Colt en dit is echt vet groot. Dit is Colt, ja. Hij heeft twee van en die... Dit zou je niet geloven, wat? Maar dit heeft hij allemaal in zijn eentje gedaan. Wauw, hij heeft 3 T-Rex'en zie ik daar staan. Ja, iets van 4-5 Spino's. 4 Spino's zie ik inderdaad, een blauwe mammoet. 1, 2, 3, 4, 5 Spino's, een Bronto. Wauw, hij heeft letterlijk alles, man. Dus bij hem is echt net een dierentuin, gek. Ja. Oké. Wauw. En het gebouw daar ook van hem, jongen. Holy fuck. Ja, dit hier is allemaal van hem. Die gaan even naar het blauwe straatje toe. Kom je mee? De groene. Yep. Welk level ben ik eigenlijk nog? Ik ben echt heel lang niet meer gespeeld, jongen. Echt een week of zo.
22 of zo? Ja, 23? Ik ben 32. Oh, 32. Oh, shit. Oh, joh. Ah, ik ben bijna dubbele. Ja, jij hebt gewoon helemaal doorgespeeld. Ja, ik ben heel druk geweest met mijn topen de laatste tijd, voor de kijkers dus. Dus ik heb echt... Heel veel zijn we daarmee bezig om de server lekker te laten lopen. Maar we gaan Ark weer oppakken, want we gaan er gewoon weer door. Hey, Raptor Saddle! Nou ja, ik kan we gewoon laten liggen, toch? Wacht, het kan zijn dat het een upgrade is. Wat staat ervoor? Apprentice Raptor. Iets wordt geattacked. Pidgeotto, niet hoor. Oh mijn god, kutbeesten. Jij wordt geattacked. Ja, zijn van die kutbeurs. Oh, ze pakken Pidgeotto! Ja, gaan er maar gewoon op zitten, gewoon wegvliegen. Zal ik even snel checken of het een upgrade is. Pidgeotto! We peren hem! Oké, lekker Pidgeotto. Ja, dan peren we gewoon weer. Oh, dat is ook een level 45 straal. Ja, met die vlogels, dat is voor ons helemaal nieuw, voor mij tenminste. Daar kunnen we lekker mee rondvliegen, dat is wel cool. Oké, awesome. Maar dat was pretty much it, zeg maar, van de basis? Ja, dat was het eigenlijk wel, ja. Nou goed, dan ga ik even terug naar de basis. En dan is het eigenlijk vooral deze episode vooral een rondleiding weer om een soort van update video vooral over Ark. Dus een beetje een basistour is het geweest van nou, dit hebben we. Is die Pterodon eigenlijk snel? Pterodon is wel snel, ja. Hij houdt alleen niet zo super lang vol. Ja goed, de Pterodon dus ga ik ook... Dus probeer de stamina te uppen. Probeer de stamina te uppen. Alles had ik doen nu. Juist, oké. Nou goed, ik heb vooral deze episode is vooral eigenlijk een basistour geweest van nou... Hoe ziet onze basis er nu uit en hoe gaan we oppakken nu? Laat me even weten wat jullie graag willen zien, wat jullie willen graag raids zien. Hebben we een tribe die kut is tegen ons? Neutral One was kut, maar die zijn dus blijkbaar helemaal van de map afgevaagd. Ja. Dus ja, dat houdt best wel op. Nou goed, dat is dus fucked up voor hun. Oh nee, die zijn kunnen we ze hier neerzetten of zullen ze buiten zetten, beneden zetten? Nou, ik kan ook boven neerzetten. Maakt niet uit, echt niet. Nou, ik zet ze wel beneden neer, joh. Prima, want dan kun je tenminste makkelijker op stappen. Ja, hier is nog geen trap naartoe. Raid share, dat moet ik heet ook nog dus. Maken. Raid share heet die, dus een kwadstop. Ja, zo heb ik hem gewoon letterlijk genoemd, zodat het duidelijk was dat we die in mijn raid hebben gekregen. Oké, cool. Nou ja, goed, we hebben dus een nieuwe allies. Jobske erbij natuurlijk, die onze buurman ook is. Wat sowieso een ally, natuurlijk van episode nummer 3 of zo. Kijk even lekker alle episodes terug, zou ik zeggen. Als jullie dit leuk vinden eigenlijk, vooral Ark. Vanaf het begin dat ik echt een noob was, naar wat ik nu ben. Een minder noob, nog steeds een noob. Maar goed, het is even niet anders. Ik moet gewoon weer even helemaal inkomen natuurlijk weer. Ik heb lang niet gespeeld, dus... jongen, ik vind het echt cool, man. Die Sabertooth is altijd al cool geweest. Die zijn zo snel, jongen. Ja, hè? Die zijn zo vet, die Sabertooth. Oké, ik ga hem wel beneden zetten, anders... anders zet ik alles weer in de war. Nou, goed. In ieder geval, mensen. Vond je het een leuke video hier van Ark? Eerst even Timo, dankjewel voor het meedoen weer en voor de rondleiding weer. Yo, no problem. Dank je. Nou goed mensen, in ieder geval, vond je het een leuke video? Doe lekker een bladduimpje omhoog als je het leuk vond. Wil je alle ARK-video's terugkijken? Is natuurlijk een afspeellijst gemaakt voor ARK. Zeker even allemaal terugkijken, want het zijn gewoon leuke episodes voor ARK. Waar ik begin als noob en nu steeds verder kom en steeds verder kom. Binnenkort denk ik wel voor een raid gaan, die inderdaad jullie graag willen zien. Dus jongens, ik wil jullie graag zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doe lekker een bladduimpje omhoog en ik zie jullie graag in de volgende. Later was het ziens en natuurlijk, peace.